Nou, die bom die loopt random rond daar en hij ontploft gewoon precies wanneer ik kom. Precies. Yo, what up YouTube? Leuk dat je weer zit te kijken naar een nieuwe video. En we hebben vandaag een speciale video, want mijn vriendin en ik gaan samen Mario Kart Versus spelen. En ja, heb je het zin? Wat? Heb je er zin in? Zeker. Oké. Let's go. Player 2. En wat vind je zo leuk aan Mario Kart? Je hebt het al heel vaak gespeeld, zeker? Ja, klopt. Vandaar dat je altijd van me wint. Doen solo. Ik ga met Luigi. Oh, ja, met Baby Peach zoals altijd. Oké. Gaat hij dan niet? Wildwing, bam. Standard card. Kijk, automatic moet je gaan drukken. Maar dan gaat die automatic door de bocht te remmen. Nee, dit is ook niet. Okay. Deze. Ja, is goed. Let's go. Oké, dit keer ga ik echt verder in, ik zweer het. Dit keer ga ik echt verder in. Mag je dromen? Nee, dit keer ga ik echt verder in. Mag je dromen? Voor al mijn YouTube fans, deze ga ik winnen, jongen. Deze ga ik winnen. Heat start, kom op. Ja. En onze hond is zo vervelend als de pest, altijd is gaan opnemen. Altijd. Zoals Altijd is gaan opnemen. Aangezien mijn vrouw space van dit. Zoals altijd, fucking bullshit. Waarom ben je altijd voor mij? Dat kan niet, je cheat hem, hoor. Ja, tuurlijk. Hoe cheat ik dan? Hoe? Kijk dan. Echt. Zeg maar. Echt. Als ik niet serieus opneem, lag ik net voor je. Wees me eerlijk. Als ik niet serieus opneem, was ik gewoon dik tweede. Ben ik aan het opnemen, zoals nu. Ja, dan komt die vette Wario en zo. Die haalt me even in. En Waluigi. De twee gays. Hè? De twee purple boys. Maar ja. Ah, Mario heeft een wolkje boven zijn hoofd. En dit is trouwens Mario Kart Wii version. Die is wat leuker dan die andere man, dan Double Dash. Vind ik zelf dan. Wat is jouw favoriete Mario Kart? Ja hoor, Mario moet me weer naaien met een wolkje boven me. Nou? Wat is je favoriete Mario Kart? Want jij hebt heel vaak Mario Kart gespeeld. Ja, maar dit zijn andere levels dan ik gewoon. Ja, maar wat is je favoriete deel? Welke vind ik het leukst? Op Nintendo 64, Gamecube of deze? Gamecube. Of die? Gamecube. Dus Double Dash. Kom op, ik heb toch paddenstoelen. Eerste jongen! Ik heb toch paddenstoelen. Ja, maar dat moet je rooien hebben. Deze gaat vrijwillig. Dit zijn beschermen. Als je die om je heen hebt en iemand raakt je, dan wordt die weggeblazen. Joh, je meent het. Ja, nee, maar ik had ze dus net en toen kwam ik tegen een pinguïn aan en er gebeurde niks. Dat is gewoon niet eerlijk. Gelopen banaan. Die bananen bevriezen ook gewoon echt, super gek. Hier, Big Mario, of Luigi bedoel ik. Mario, je bent echt dichtbij me in de buurt, zoals altijd. Ik ga hem overrijden. Dit is voor mij. Wie rijdt er dan? Ik zou wel weer Peach zijn. Ik zie niemand. Nou, zo ver ben je ook weer niet, hè. Maar ik weet niet, dit is niet mijn favoriete baan, man. Te veel, waar de Peach wordt weer ingehaald. Er komt weer een of andere maffe raket aan. Peach is bij mij, zei je net toch? Nee, dacht ik, maar... Kijk dan hoe hard jullie aan me gaan. Ik ga zo zacht als ik weet niet meer. Wat zware auto. Ja. Hij staat op oude merk remmen en dan ga ik nog door de bocht. Ja, maar dat had ik net ook. Jongen, kijk, help. Oh. Ja hoor. Ja hoor. Dat is niet normaal. Ik ben zo slecht met Mario Kart, jongen. Echt niet normaal. Ik ben tiende, ik word 12 denk ik ofzo. Maar even serieus, net toen ik niet aan het opnemen was, toen was ik gewoon tweede, man. Hoe kan dat nou? Nee, dat is gewoon dat ze me schande willen geven. Dat ik niet eens een kinderspelletje kan spelen. Dat is echt niet normaal. Ja, kijk, ik ben goed in kinderspelletjes. Jij bent goed in schietspelletjes. Ja, dat wel. Daar ben ik niet slecht in.
omdat ik dat nog speel. Maar waarom niet? Is ook leuk. Ja, heel leuk. Oh ja, dag Mario. Donder. Wordt weer ingehaald. Ik bots gewoon random gewoon in. Op de manier dat het is. Nee. Kijk dan. Oh. God. Als ik ergens tegen aanbots, dan... Dan lig ik gelijk een meter achteruit. Ja, ik kijk, jij hebt de controle. Jij kan makkelijker de bochten nemen. Ja. Ja, dat komt. Ja, tuurlijk. Want je kan toch een pookje draaien. Dat kan met een toetsenbord niet. Hier, ik kan maar twee kanten drukken. Kijk hoe traag. Ja, jongens, ze wil gewoon ontkennen dat ze geen handicap wordt. Dat ze met de controle gewoon. Ze denkt dat ze net zo slecht de bochten kan maken als mij. Maar dat is niet waar. Oké, jij hebt een handicap. Maar dat wisten we al. Nee, dat wisten we niet. Nee, maar het is... Jongen, niemand raakt jou ook gewoon. Iedereen zit gewoon lekker random hier op elkaar te schieten, maar niemand pakt je voorstel. Kijk. En altijd als ik eerst ben, dan zal ik gepakt heb. Kijk, ik kan die bocht niet eens scherp nemen, man. Life is a bitch, man, in deze game. Die bochten zijn niet fijn, zeg je heel eerlijk. Wat een, het is een Nintendo 64 map. Scheidhuis. Iedereen achter is. Ja, lekker speelt het, hè, de controle. Daar is het ook voor gemaakt. Daar is het ook voor gemaakt. Deze game, om met de controle te spelen. De klote baby Mario is nog voor me. Ja, ik kan ook zo lekker zo rijden met de controle. Wat? Random naaierige shit? Bom, kijk, ik wist het, hij gaat bij mij af. Hoe dan? Ik word doodgehaald in deze game. Nintendo, echt. Ik word doodgehaald. Die bom die loopt random rond daar en hij ontploft gewoon precies wanneer ik kom. Precies. Rot op, Mario. Je bent niet mijn buddy in deze race. Stinkert. Hier, Donkey Kong gaat lekker even achter je rijden, die monkey. Loopt ook stoer toen ik hem heb ingehaald. Ja, maar apen lopen als stoer. Nou, dat weet ik niet. Kijk dan, weer die kutpinguïn. Waarom? Klote pinguïn. Ja, krijg ik weer een... Ik krijg gewoon twee wolkjes boven me. Ik krijg eentje uit mijn eigen pakket. Ja, ik kan mijn wolkje weggeven. Lekker voor je. Ah, nog eentje. Jawel, ik had hem weggeven, man. Aan die baby Mario. Ja, jij bent weer finished, hè. Dat voelt me heel groot. Als ik nu had gefilmd, hè, jongens, op de camp. Ja, tuurlijk. Laat je gezien dat hij hier gewoon zit met een smel van oor tot oor. Ja. Maakt mij niet uit. Ik kan hem tegen mijn verlies, weet je. Ik bedoel... Ik ben vierde, ik was net 12e, 13e, ja, dat kan ik op je weg. Ja, dat is ook goed. Ik ben derde. En ik ga deze bouwen en dan gaat hij in de bocht inhalen. Kom op. Niet met je stoere strontmotor. Kom op. Aan de kant. Ja, tweede. Kijk. Hey, epic. Yes, man. Gaan we nog een race achteraan plakken?